FNV-leden kunnen de komende dagen stemmen voor een nieuwe voorzitter. De kleine miljoen leden van de vakbond kunnen kiezen uit 2 kandidaten. En gisteravond gingen ze in debat. De ene kandidaat is vicevoorzitter Kitty Jong en zij presenteert zich vooral als actievoerder. Politiek is per definitie onbetrouwbaar. Werkgevers zijn heel vaak opportunistisch. Er zijn heel veel hele goede werkgevers, maar ze zijn ook opportunistisch. De andere kandidaat is Tuur Elzinga, op dit moment vicevoorzitter van de FNV. Hij sloot als onderhandelaar het pensioenakkoord. En hij zit meer in onderhandelen. Polderen doen we als het kan en als het niet kan, gaan we actie voeren. Dat is altijd zo geweest. De vakbond is altijd allebei. Uiteindelijk gaat het erom, wat is het resultaat wat je weet binnen te halen voor je leden. FNV-leden kunnen tot 9 maart stemmen en een dag later wordt bekend wie de huidige voorzitter Han Buskers opvolgt.